De volleybalsters van VC Sneek nemen het op tegen subtopper Apollo achter Borne. Onder leiding van nieuwe coach Henriette Ter Stegen werden uit de laatste 5 duels 9 punten gepakt. En stegen de Friezinnen naar de 7e plek in de eredivisie. Kans voor Sneek. Reinders. Knap gestopt. Huls. Bal blijft net onder het plafond, dus mag door Reinders. Prachtig weggetikt. Schitterende schijnbeweging van Iris Reinders. Esther Huls schreeuwde het uit van de pijn werkelijk. Lijkt een zware knieblessure te hebben. Thijs Oosting zit erbij. Met een aantal medische specialisten hopelijk. Gelukkig staat ze weer. Gaat onder luid applaus naar de kant. Van der Meer. De kans nu voor Apollo om de eerste set te grijpen. Moeizame smash. In leven gehouden door Sneek. Van der Meer. Die kan er alleen maar overbrengen. Weer een kans voor Apollo. Middenaanval en de score van Carlijn Koebrugge. Die daarmee de eerste set beslist. De derde setpoint voor Apollo was genoeg. Huls wordt de assistentcoach van Sneek naar de kleedkamers getild. De beslissende fase van de tweede set. 1-0 voorsprong voor Apollo. En ook een gat in de tweede set van 2 punten. Van der Meer mislukt. Dit is weer een kans voor Apollo. Huisman. Goed geblokt. Nu de kans weer voor Sneek. Mislukte smash van Sietske Ozinga. Nog een herkansing van der Meer. Geblokt door Huisman en Koebrugge. En Juliet Huisman met de eerste kans. Mislukt aan de kant van Sneek. En dan is het Carlijn Koebrugge die dat foutje genadeloos afstraft. Ongekend toch. Hoe Sneek weer in elkaar stort. Richting einde derde set. Zo goed. Werd gespeeld in het middenstuk. Weer een moeizame opslag. Reinders, kan zij de boel dan redden? Ja! Heel belangrijk punt. Resteert nog 1 setpoint voor VC Sneek. De opstelslag gaat komen van Carlijn Koebrugge. En daarna moet Sneek het zien uit te spelen. Van Wijnen. Mislukt. Herkansing. Bal naar de andere kant. En daar is de beslissende punt van Mabel Hengelveld. Wat een lekkere invalbeurt dan van Hengelveld. Lijkt buitengewoon moeilijk verhaal te gaan worden. Schitterende opslag weer. Van Manon van het Rood. En weer de kans voor Apollo. Smash van Bredewoud. Duidelijke touché. En Sneek lijkt de handdoek in de ring te werpen. Hengelveld. En dat is de beslissende fout. Eindstand in die vierde set. 14 tegen 25. Sneek opnieuw op eigen veld in eigen hal. Na een nederlaag gespeeld. Dit keer met 3-1 tegen Apollo.